Welkom bij weer een nieuwe video, dames en heren, jongens en meisjes. Het zal je niet ontgaan zijn. Ik ben een groot Halo-fan. Eigenlijk al sinds 2001, toen die uitkwam voor de originele Xbox. En ik 2 weken vakantie had, thuis wilde blijven, terwijl mijn ouders naar Zuid-Frankrijk gingen. Zij mij 400 gulden gaven, gulden, jazeker, om 2 weken te kunnen overleven. Dat was uiteraard meer dan genoeg, behalve dat ze op een moment de straat uitreden. Ik dat geld pakte, op een fiets sprong en keihard naar de Intertoys reed om daar een Xbox bundle te kopen met Halo, Halo Combat Evolved, de allereerste natuurlijk. Dat was een combo bundle van 399 gulden en daar heb ik eigenlijk nooit spijt van gehad. De rest van de vakantie alleen maar bij opa en oma thuis gegeten en ook gedronken, want ik had echt letterlijk geen cent meer te makken. Maar ik had wel mijn Xbox met Halo te pakken en zo is mijn liefde voor Halo ontstaan. We zijn nu Halo 3 aan het spelen. De Master Chief Collection op PC. Hij is natuurlijk afgelopen maand uitgekomen. Ik ben daar ontzettend blij mee. Halo 3 is een van de vetste Halo-delen ook wat dat betreft. En als we nu kijken naar de missie. We zijn bij de missie The Storm aangekomen. En dit is een hele spectaculaire missie. Ik zal er niet al te veel over zeggen. Je moet het maar gewoon kijken. Hebben ze mij nu echt in de bijrijdersstoel gezet? Dat kan echt niet. Ik heb jullie alvast gewaarschuwd, dit gaat echt een hele vrede missie worden. I'm ready. I'm taking point. Hier gaat het namelijk straks wel echt los. Chief, open the door. We can roll on through. Waar daar zijn ze? Oké, we moeten daar naar boven. Dan kunnen we die deur openen. Dat was de bedoeling. Was ik even vergeten. Geef hier, we got this. Volgens mij gaat die zo open. Ja, zeker. Waar zijn al die gasten, joh? Ik dacht dat die veel meer enemies waren. Hey. Ze zijn daar om de hoek. Bam, perfecte granaat. Hier is die brute. We all clear. Yeah, I guess so. Halo 2-3, this is forward on the door. Ja, hier zijn we. I need a sit rep, commander. Atmospheric disturbance is intensifying above the artifact, admiral. Ah, zo vervelend wanneer ze die bubbel droppen. Genoeg bullets, jawel. Volgens mij moeten we hier ergens zo'n quad vinden of iets dergelijks. Tenminste, zoiets staan we nog bij. Dan gaan we straks tegen een Scarab vechten. Okay. Zullen we kijken of we die gewoon kunnen enteren? Die Wraith die daar staat. Oh, dat is wel lastig. Er zit een gunner op. Okay, die gunner hebben we uitgeschakeld. Huh? Waarom ben ik dood? Ik had hem toch gewoon? Atmospheric disturbance is intensifying above the artifact, admiral. Het maakt niet heel veel sens.
fast as he can, sir. I know he'll get it done. Ah, daar ook al meteen zijn. Daar stikt hem een granaat. Kom hier. Dat was echt een slow motion drop. Laten we kijken of we die kunnen jatten. Dan moeten we oppassen dat hij je niet omver rijdt. Nee! Ja! Oké. Okay. Misschien moet ik niet zo stoer doen. Het werkt niet. Het werkt niet. Ik ga nog één keertje proberen een ghost te jatten. Kom op. Ik ben er... om ze heen aan... Ja, nee! Je moet er echt naast staan... hoe je ze kunnen pakken. Dit is geen goede strategie, maar ik wil hem wel doen. Oké, nu weg, weg! Even de shield laten opladen. Oké, we zijn er. Het enteren van die ships is zo dope. Ik heb maar weinig andere games die dat ook doen. Oké, dit is een anti-air raid. Die moeten we even uitschakelen. Deze zal niet zo heel pittig zijn. Oké, die hebben we. Hier is een normale, daar moeten we wat meer voor oppassen. Als die ons raakt, dan zijn we er geweest. Waarom moet hij hier nog niet tegen de scarab? Dat komt daarna dus pas. Oh. Ah. Hupsakee. Ik wil niet doodgaan. Dat zou echt heel erg zonde zijn. Trap hem eraf. Zo ja. Er is wel veel Halo nieuws naar buiten gekomen deze week. Zoals we al zeiden, Halo Infinite Multiplayer die wordt free-to-play dus. En gaat 120 frames per seconde ondersteunen. Dat is wel heel erg dik natuurlijk. Maar, zo kregen we vandaag letterlijk het nieuws, vandaag, vers van de pers, dat de Master Chief Collection... gaat eindelijk crossplay ondersteunen. En niet alleen crossplay, nee. De normale Xbox One gaat ook muis- en toetsenbord ondersteuning geven bij deze game. En daarmee krijg je input-based matchmaking. Wat natuurlijk top is, waardoor gewoon Xbox en PC-eigenaren nog steeds tegen elkaar kunnen spelen. Maar je niet per se een voordeel gelijk hebt. Ja, misschien een aantal frames per seconde. Maar niet muis- en toetsenbord versus... versus keyboard bijvoorbeeld. Oh. Ik bedoel first controller. Nee. Oh. Hier even schuilen. Oef. Dat scheelt niet veel. Ik vind dit zo ook een rot beest, jongen. Ik vind ze nog erger dan de Flood. Oké. Gewoon met de battle rifle. Waar zijn ze? Ik heb ze sowieso niet allemaal. Jezus! Het zijn de pleuris veel, zeg.
Nou, we made it. Oh, hier komen die quads. I have defied gods and demons. Even een slokje van mijn koffie nemen hoor, voordat die koud wordt. Het is nu eigenlijk al een beetje te koud, maar het is prima. Kijk, komt ie! Deze dingen laten zich echt voor gemeten besturen, maar zijn wel echt heel erg veel fun. Dus je gaat echt 30 barrel rolls zien voordat we überhaupt iets raken. Maar het is wel fun. Je ziet dat bedoel ik, van, je moet gewoon oppassen dat hij zichzelf niet opblaast. Zit dus een rocket launcher achterop. Ah, zie, je wordt gewoon geraakt door je eigen teammate, hè? Oh, ik heb niet eens meer een rocket launcher achterop. Die heeft het niet overleefd. Even kijken, wat kunnen we dan doen? Dan kunnen we een van deze, ja, upscale. Oh. Banshees, we worden aangevallen door Banshees. Dat zijn gewoon de vliegtuigen van de Covenant. Hier recht voor je, recht voor je. Schiet! Ah ja, hè. Waar nog meer? Nou, ik moet zeggen, dit bestuurt nog best aardig met mijn toetsenbord. Ik had het niet verwacht. Never mind. Kijken of we dat ding kunnen pakken. Ik zag dat er hier eentje gecrashed was. Hé, hij is al gepakt. Oh, bijna dood. Nou, hold E to board enemy vehicles. Dat is precies wat ik deed, vriend. Er zijn nog meer enemies hier. Oké. Yeah, we both know what it is. Ik hoor hem al, maar ik zie hem nog niet. Waar blijft hij dan? Holy shit! Daar dus! Alles wat we hebben! Volgens mij moeten we die Scarab gaan enteren zo. Nu eerst alles afvuren wat we hebben. Kijk hoor. Als het goed is hebben we nog wel teammates met een rocket launcher. Zo'n ding. Nee, die heb ik niet nodig. Ik wil zo'n quad hebben eigenlijk. Maar volgens mij moet je zijn benen kapot schieten. En dan kan je hem enteren. Kijk, daar zit hij. De mongoose. Blijf schieten dan. Volgens mij is dat hoe we hem kapot krijgen, toch? Goed, blijf schieten. Ja, zo raak je nooit iets in een miljoen jaar niet, nee. Use rocket. Target its joint. Schiet dan. Deze mannen, ze kunnen niks raken. Gewoon stil blijven staan, dat lijkt me ook geen goed idee, toch? Nee, zie, dat is een heel slecht idee. Dat zei ik, toch? Ja, eentje is kapot. Blijf schieten op hem. Oké, volgens mij kan ik hem nu enteren. Ja,
kom er niet in. Ik kom er net niet in. Omdat hij bij dit randje staat. Nee. 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 Hij staat echt bij het randje. Hier? Ja, ja, ja. We kunnen hier naar binnen. Moeten we deze kant op? Nee, hè? We moeten echt helemaal naar boven. Volgens mij hebben we iedereen aan boord wel zo goed als omgelegd. Nee, nee, ik hoor nog iemand. Hé, hey, waar is die reactor die je moet uitschakelen? Is dat hier achter? Oh ja, zeker. Ja, I'm here. You got it. We got him, baby! Bam, daar gaat hij. Ja hoor. Well done, Chief. I know. Top. Let's move on. One more target, Chief. There's a Covenant AA gun in the next area. Take Covenant it down and Ford can start his attack run. Okay, neutralize the anti-air cannon. Hoe komen we daar ook weer? Moeten we daar via dat ding lopen? Ik heb echt geen idee. Nee. Die stem van de Arbiter is wel echt, echt gruwelijk. Follow us. We'll get you through. Daar gaan we. Gaan we een shotgun... I am your sword. Is dit nog het stuk waar, waarbij Cortana bij de Gravemind is? Volgens mij wel, hè? Zien deze Brutes er beter uit als, als die van Halo Infinite? Kom op, ik gooi die granaten zo scheef. Hoppa! Stick it to him! Ik vind eigenlijk stiekem nog die Brute Grenade toffer dan, dan de normale Covenant Grenade. Kijk. We hebben gewoon een toffere trajectory. Achter, dan heb je ze echt binnen no time. Meestal is gewoon one hit genoeg. Oh shit. Je moet op hun nek mikken of achter in de rug. Als je een sniper rifle hebt, dan kan je ze vaak wel snel kapot krijgen. Even switchen naar een andere granaat wat dat betreft dan. Ik weet niet hoe je switcht. In ieder geval eerst even deze twee grenades bij ze. Dan deze. Volgens mij hebben we er eentje te pakken. Ja. En misschien nu de tweede. Yep. Het is wel echt vervelend dat je heel snel uit over de sides view gaat wanneer je wordt geraakt. Wel logisch natuurlijk, maar het voelt hier erger dan bij andere games. Wat doet die groene wolk eigenlijk? Gewoon grenade spammen.
Ik dacht heel even dat hij me daar had, hoor. Oh, oh. Ik heb bijna geen kogels meer. Het is jammer dat de handgun niet meer zo OP is in deze. Hij is nog steeds wel krachtig, hoor, maar... Je wil echt niet geraakt worden door die hamer, trouwens. Hij is nog steeds wel krachtig, hoor, maar bij lange na niet meer wat het was vergeleken met Halo 1. Juist die hunters, die schakelen je altijd uit met de kleine handgun. Gewoon om hen heen blijven strafen. En dan 2 of 3 schoten in de rug, dat was vaak genoeg. Maar dit is dus de anti-air cannon. Die moeten we uitschakelen. Die Banshees zijn ook zo dik, joh. Eerst even die Banshees uitschakelen. Oh, nou zit hij met een fuel rod cannon. Die ging maar net mis. Oké, we hebben hem dood, maar... Oh, jezus, wat een mazzel. Dat gaat echt nergens over. Komen die mensen niet op je af? Ik had verwacht dat die op je af kwamen lopen. Nou, dan nemen we deze gewoon mee. Als zij niet naar ons komen, dan komen wij wel naar hun. Helemaal dik prima. Het is alleen jammer dat je zo langzaam loopt, maar... Dit had echt te veel bullets nodig, zo'n kleine jackal. Oké, eentje hebben we down. Kom op, bijna de tweede, hoop ik. Ja, dat is de tweede. Daar is een fuel rod cannon. Die moeten we als eerste omleggen. Uh-oh. Full Rambo stijl. Strategieën zijn niet nodig. Oké, dat is... Waar zijn er nog meer? Oké, volgens mij moeten we dat ding daar... Dat moeten we kapot schieten. Deze. Ja, daar gaat hij. Hebben we hem nu al? Nee. Now we got him. Die muziek, jongen. Oh. Kippenvel gewoon, kippenvel. Oh, heerlijk! Nou gaat de portal open. Dit was zo episch, man. En nog steeds. Goeie lijn, hoor. Hele goede lijn. Geef me alsjeblieft gewoon weer een goede nieuwe Halo game. Alsjeblieft. What did Truth just do? Did he activate the rings? No, sir. But he certainly did something. Back wounded and regroup. Wherever Truth went. Sir, new contact slipping in.
We all know who that is. What is it? More brutes? Worse. Ja, dat was hem dan. De missie The Storm van de Halo 3 campaign op PC, de Master Chief Collection. En wat ik al zei, dit was een bijzonder spectaculaire missie ook. Maar nu is eigenlijk het pas echt aan in Halo 3. En voor degene die weten wat er staat te gebeuren, hou dat nog heel even voor jezelf. Voor degene die nog nooit deze game hebben gespeeld, vanaf nu gaat het los. Vanaf nu is er een ander element in dit verhaal betrokken. En dat zorgt voor een behoorlijk vette plot twist nog. Die zitten dus nog aan te komen. Blijf ook mijn kanaal natuurlijk in de gaten houden. Wil je deze hele Halo 3 campaign op PC zien? Ik zal alle missies hier op uploaden. Dat zijn er in geloof ik 10 totaal. Ik dacht dat het de 10 waren in ieder geval. Wil je die niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Laat ook even een duimpje omhoog achter. En vergeet ook niet te commenten. Dan ben ik je enorm dankbaar. Dit was hem dus voor vandaag. De missie The Storm, Halo 3. En dan check jullie de volgende keer, jongens. Later!